Ja, helemaal geweldig. Nou, we gaan vanavond een feestje maken. Hey, hoe is de rest van de dag gegaan? Nou, we zijn vanmorgen om 11 uur hier allemaal verzameld met elkaar. En toen zijn we gefilmd door RTV Rijnmond. We zijn nu vanaf 5 uur elk uur 24 keer in de lucht. Toen zijn we met de bus vertrokken naar Amsterdam. Nou, daar hebben we met z'n allen bloemen neergelegd bij het beeld van André. Toen zijn we dan nog heel eventjes bij Eddie's Bar even een sappie wezen pakken. Nou ja, ik cola light, hè. Jullie weten het. Hè? En toen zijn we weer als een speer hierheen teruggegaan. Ja, bakkie vielen natuurlijk even meegepakt. En toen hebben we hier lekker met z'n allen gegeten. Ja, en nu gaan we zo meteen gewoon knallen. Het is ook drallen, hè, die Madame. Ja, ja, ja. Maar het is wel heel uniek, nu hier in Rotterdam. Want het is altijd iets wat natuurlijk georganiseerd wordt in Amsterdam of in de gemeentes daaromheen. En dit is nu echt voor het eerst iets zo groots in Rotterdam. Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk nog nooit zo... Het zal alleen nog maar volgend jaar nog groter worden. Ja, toch? Ja, ja. Ja. Dus, en het is gewoon hartstikke leuk. Kijk, en we zijn met een niet al te grote kroeg nu begonnen. Maar je merkt nu al, dat moet volgend jaar groter worden. Is dat de grootste evenementenorganisatoren? Ja. Daarom. Dus ik bedoel... Jij ook, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ik was bescheiden, maar ik bedoel, als je grotere zalen nodig hebt... Ja. Wow. Ja, toch? Nee, maar... Je kan je haast niet bedenken dat hij is 7 jaar geleden overleden. Ja, 7 jaar. Dat was de man van het levenslied, toch? Ja, absoluut. Maar als je ziet, ook vanmiddag hè, bij dat beeld, hè, houden we 2 minuten stilte. Hè, mensen gaan huilen. Hè. Ja. De emotie zit er nog steeds in. Maar echt, ja. Dat was het net wel een als je kijkt, ik ben een grote Elvis Presley fan, hè? Ja. Dat weet je. Maar als ik een kweeslam ben, als wij dan, dan heb ik dat ook. Dan komt dat met emotie als je bij dat hek staat, dat is toch zo? Ja. Ik zal even voorstellen. Dan had ik... Robert, geef me dit. Oké, Marijke, hallo. Hi, Robert. Hallo, Marijke. Sorry. Nou, jou ken ik al, hè? Robert. Ja, ga maar hoor. Ik wil even 10 minuten interview doen. Ja hoor. Ik wil dat hier even gaan doen. Nou, oké, dat doen we even. Kom maar jongens. We krijgen hetzelfde beeld. Maar we blijven gewoon doorfilmen, dat weet ik. Ja hoor. Geen jaren gaan. Nee hoor, ik heb geen moeite. Oké, want de camera blijft altijd aanstaan. Hoe is die? Alles goed? Nou, ja. Die gaat dadelijk plakken. Oh, staat hij erbij? Oké. Okay. Staat hij er ook bij? Uiteraard, hè. Gewoon even weten of die hond inderdaad bij moment of ik even... Gewoon even leuke dingetjes. Nou, daar komt hij. Kom op, 3, 2, 1. Ik ben klaar, hoor. Ja, even naar de studio bellen. Ga, dan wordt er gelijk live uitgezonden dan. Bijna goed. Ik ga bijna hetzelfde doen als jij, joh. Je gaat hetzelfde doen als ik, oké. Oké, 3. Oh, nee. Ik heb altijd naar het programma gekeken op de televisie, man bij het hond. En dan tref je Marijke de Boer. Maar nou was het altijd één vraag die ik altijd heel graag had willen stellen. Marijke, bijt die hond ook? Och, jammer toch. Ik zit helemaal onder. Meen je dat nou? Absoluut. Nee. Hey, je komt de meest rare dingen tegen onderweg. Waarom doe je dit nou al? Wat? Nou ja, je programma. Oké. Je bent zo lang bezig. Nou, het is, ik heb het 2,5 jaar gedaan. Ja. En op een gegeven moment werd dat gestopt, het item. Omdat het was niet echt een item voor man bij het hond. Want man bij het hond moet herkenbaar zijn voor de mensen thuis. Ja. En een show items met bekende Nederlanders, dat past toch niet echt in het plaatje. Toen kwam ik eigenlijk als van België dan ook Dus toen ben ik gewoon verder gegaan. Gewoon lekker door. Je hebt lekker je contacten, je hebt je netwerken, je krijgt vrienden. Je wordt overal uitgenodigd, dus ik ben gewoon al die jaren lekker verder. En ik neem overal mijn camera crew mee. Allemaal vaste ploegen? Ja. Vaste ploegen. Nou, heerlijk is dat om daar zo mee te kunnen werken. Ja, hartstikke goed. Een hele onbeleefde vraag, hoe lang wil je nog doorgaan? Tot de lengte vandaag hoop ik toch, hè? Nou, als ik nou mensen tegenkom zoals u... Zeg maar jij dan hou ik dat tegen jij tegen u? Dan hou ik dat heel lang van. Nee, maar overal waar komen ze altijd feesten. Het is altijd gezelligheid. Je krijgt mensen die dan, zoals Caroline, dat vrouwtje, die kwam ik toen tegen bij Wolter Kroes. Ja.
Wat een goed doel van wat, wat was het, Caroline? Van Jean-Marie Paf, geloof ik. Ja, klopt wel, ja. Ja. Zit me iets bij. Nou ja, Tanti, hè, die er altijd bij is, een visagiste. Op een gegeven moment gaat ze op de toe. Hé, Marijke, mag je mee praten? Nou, camera gaat gelijk aan. En nu zijn we hele goede kennissen van elkaar. Heerlijk is dat, hè? Dus ja, we bellen. We bereiken, ik ben daar en daar. Nou, meid, kom maar aan. Maak gelijk een verslagje. Ik ben geen interview, eigenlijk zoals jij. Niet een interview, nee, maar ik heb mijn microfoon bij me, maar ik ben zeldzaam dit hoor, ja. Dat lepelen. Ja, maar daar hou ik ook niet van. Ik, nee, heb, ik heb een camera dan al bij me met zo'n ding op zijn toeter. Maar zo'n ding op zijn toeter? Waar is je toeter, jongen? Dat is voor mij veel makkelijker zo. Hey, ja, toch? Even, nog even een bekendheid. Word je herkend onderweg? Ja. Toch wel? Ja. Hoe ga je ermee om? Nee, ik moet een beetje wennen, want jij doet dit al langer dan dat ik het doe. Oké. Okay, mijn stem hebben ze 15 jaar gehoord op de radio. Maar en jouw gezicht zien ze toch regelmatig. Ik ken bekende stem, ja. Hebben. Frans ook, hè? Ja. Ja. Nee, maar als je hem herkent, het is niet zo dat ze liggen voor de handtekeningen. Of niet? Nee, nee, bij gek man. Daarvoor verf ik mijn haar. En trouwens, het is zo. Het is dat trouwens zo. Mijn fotokaarten, die zijn allemaal gepaint op. Dus ik heb geen rimpels. Ik zie er prachtig uit. 10 jaar jong. Dus als ze me in het echt tegenkomen, is niemand die me herkent. Lieve schat, ik zeg. Maar dat is een wereld van verschil natuurlijk. Ik denk, jezus, wat is dat? Even over die lengte vandaag. Ik heb al een later bezet met een statief erop. Oké, okay, dat is toch goed. Even nog even over die Photoshop gebeuren. Ja? Maakt mij niet uit hoe je eruit ziet. Ik wil zo wel met je weg. Ja, hey. Fijn dat jij de tijd zo vrij maakt. En ja, nee, je komt er ongetwijfeld tegen. Kijk maar gewoon ergens. Ze is overal. Ze is niet van het net weg te slaan. Nee. Bert Mulder voor TV-producties. Ik vond het een genoegen. Dankjewel. Graag gedaan. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Gaan we wat drinken? Ja. Kijk hem even plat zetten. Hallo. Ik miste je al. Ja, nee, ik zat binnen. Dus, ja hoor, dat was lang geleden. Weer. Alles goed met jullie? Sorry. Even wachten, Ria. Naar binnen. Ik heb geen tijd. Ik wil nog graag. Oh, ik dacht dat ik zat te horen. Wat heeft ze net water gegeven? Hé, hey, ik heb ze net water gegeven. Het staat helemaal in bloei. Hoor. Ja. Heb je een plekje voor ons? Schuin afgesneden. Ja. Tanti. Harry Hazes. Hallo. Broer van André. Oké. Okay. Ja. Leuk, hè? Iemand? Maar fantastisch dat jullie met zoveel mensen zijn. Ik heb de eer om de eerste artiest aan te kondigen vandaag. Hij komt helemaal uit Almere vandaan. Ja. Ja, dat mag. Wat jij wil. En dat is, geef even een daverend applaus, Mikey Mike! Houden al als hij voor